Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe SMP op het Genial Game kanaal. En ik was aan het twijfelen. Je hebt allemaal toch nog gezien welke video het is, maar ik dacht eerst dat ik de Holle Bolle Beat het hotel ervan ging afmaken. Ik wil even nog eens binnenkijken, want weet je, Holle Bolle Beat is misschien, lijkt misschien, een vergeten project. Maar geloof mij, ik denk elke dag nog aan de Holle Beat. Ik wil hier echt aan gaan werken. Ik heb nu de kleine kamers af en de medium kamers af. En nu wil ik nog de grote kamers maken en dan de luxe kamers in de bergen, waar Maarten er ook eentje van wil kopen. Ik wou het doen, maar ik had eigenlijk zin in iets anders. Dit wordt een politieke aflevering. Geen paniek. Het wordt niks moeilijks, want natuurlijk niet, het is Minecraft geniaal SMP. Ik ga naar Maarten Village en ik ga daar een ambassade maken. Als je niet weet wat een ambassade is, dan zit je nog te klein om deze video's te kijken. Eigenlijk Maarten is er ook niet, dus zoek het gewoon op. Het is eigenlijk gewoon een plaats van mijn dorp, van een ander land, zeg maar. Dat ik in dat land ga zetten, zodat we kunnen communiceren en met die stuff. Ik ga het dus maken met Maarten kleurenpalet. Dus dan moet ik quartz bricks verzamelen. Maar gelukkig heb ik genoeg quartz bricks. En stripped spruce logs, dacht ik. Is het waar, Maarten? Ook. Ook. En dan ook nog deep slate als het dak. Dus ja, dat ga ik nu allemaal verzamelen. En het plan is dan om deze villagers, drie van deze villagers, in de ambassade te zetten. En ik ga gewoon nu een nieuwe regel maken voor de SMP. Librarians die boekenkasten verkopen, dat zijn de officiële politiekers. Dus als Maarten een ambassade hier ook maakt, dan worden er ook boekenkast librarians. En ik hoop deze aflevering ook nog een nieuw verdrag af te sluiten. Het verdrag van Sunfall. Want er is zoveel veranderd sinds het verdrag van Tiaga Town. De SMP is compleet veranderd hoe we spelen, dus ja, het moet aangepast worden. Maar nu gaan we eerst... Was ook eerst een blokken verzamelen of naar Maarten of de plek gaan scouten? Ik ga eerst de plek gaan scouten. Want dan kan ik al een beetje voorbereiden op welke blok ik moet gaan verzamelen. Dus ik kan naar de portal gaan, maar vliegen is gewoon leuker. Ik zie jullie bij Maarten zijn base. Hier is de redelijk gulle plaats die Maarten ons heeft gegeven. Gewoon alles van dit. Dus eigenlijk hebben we nog wel heel veel ruimte. En hij gaat ook heel zijn hele village veranderen in dat thema. Dus ik zal waarschijnlijk een van de eerste gebouwen zijn die het thema volgen. En hier staat dus iets wat Maarten heeft neergezet. Leuk. En voor als je nog niet wist, Maarten is hier een donut. En Maarten zijn huis is afgebrand. Yay! Feestje! Hij heeft nog één beacon nodig. Dus even alle imperfecties van Maarten zijn wees tonen. Oké, dus het is wel heel groot. Dus ik ga gewoon heel ruim verzamelen. Weet je wat, eigenlijk? Ik ga hier gewoon al beginnen. En dit ook bos. Ik ga gewoon beginnen te choppen. En dit gaat het begin zijn van een gigantisch grote ambassade. Met waarschijnlijk veel lege ruimtes, omdat we gewoon niet weten wat we ermee moeten doen. Dus hier, dit zijn maar temporary blokken, die gaan er niet echt zijn. Dat is gewoon om te weten hoe breed het moet zijn. Hier is dus de ster op te wandelen. Het wordt hier. En dan komt hier, zeg maar, ja, de muur met de deur. Uiteraard. En wat ik eerst ga doen. Nee, weet je wat? Ik ga eerst deze muur hier afmaken, die hier moet staan. En dan moet ik wel al mijn quartz bricks gaan gebruiken. En dat is al het, hoe noem ik dat, de voormuur. Gewoon de allereerste muur. En als die honden nu even zullen zwijgen, ik weet niet of ze het horen, maar dat is een hele tand. Nu ga ik de zijmuren maken. Dus dat is zo iets verder zo, dat er maar een beetje meer diepte zit in het gebouw. Hier is het dan. Hallo Maarten. De twee bijmuren zijn ook af. En nu wordt het tijd. Hier moet nog een heel ding voorkomen. Hier moet nog zo'n kleine ding voorkomen. Nu wordt het tijd. En Maarten, wat vind je ervan? Waarom is je dwergenhout gedaan? Jij is een third person. Echt klein. Oh, nu ben ik eens groot als u. Let's go! Nu wordt het tijd om deze grote muur hier te maken en dan de achterste muur. Maar ik zie jullie wel muur per muur. Ja, ja, het kan niet schelen. De muur is af. Nu is het tijd voor
Deze muur. Ik maak er nu al zorgen over, ook al zijn we nog langer niet. Maar dit hout ziet er een beetje raar uit als hier ooit een binnenkant is, maar... Misschien is dat gewoon nu. Want er moet nog een vloer komen, uiteraard. Oké, dit ziet er echt cool uit, nu al. Ik kan echt niet wachten tot dat hier klaar is. Oh, het is eigenlijk... Het is eigenlijk best wel dik. Het is eigenlijk niet zo'n heel lang gebouw, het is vooral dik, maar oké. Het is altijd een cool gebouw. Ik hoop dat Maarten ook zoiets cools maakt in mijn village, dat zijn ambassade er komt, want... Ik bedoel, zoveel tijd erin gestoken. Oké, nu is het tijd voor deze muur. Ik weet nu al dat ik nooit ga weten wat ik allemaal in dit gebouw moet gaan steken. Maar wat ik wel al weet is dat ik het nog groter ga maken. Die muur is gewoon niet lang genoeg voor de dikheid van het gebouw. Dus ik ga nog één extra drie groot raam bijzetten. Dus nu wordt het zo groot. Nog altijd iets te dik, maar niet zo heel veel uit. Nu ga ik terug naar mijn base. En ik ga slapen en ik ga een hele hoop extra quartz maken. Alleen een hele hoop, niet zo super veel. Want eigenlijk het grootste deel is al af. Gewoon nog... Of Maarten, kan ik niet gewoon nu van u kwarts snoepen? En dan kan ik jullie later allemaal teruggeven, maar ook in kwarts gewoon. Oké dan. Let's go! Heb je veel nodig? Nee, maar ik geef het toch allemaal terug, want ik heb toch genoeg kwarts. Het is gewoon dat je nu zo perfect kan afwegen, want nu ben ik bij je. En als je jullie afvraagt, mensen, ja, ik slaap elke nacht in mijn huis. En de twee muren staan hier nu heel mooi. Ik moet dit nog echt wel gaan. Maarten die een wereldje apart gemaakt is in villetjes. Ik weet niet hoeveel wegen. Hier staat een bed. En hier was de kooi waar vroeger het pink sheep in zat. Maar nu zit er nog maar één pink sheep in een gat. En de andere pink sheep heeft krijgt geen eten en die is alleen nog maar botten. Oké. Nu is het tijd voor de achterste muur. Oh wacht, ik ben dat nog vergeten. Maar ja, dat is snel gedaan. Ik weet nog wel een tijd, wat zou ik eerst doen? Zou ik eerst alles van glas doen? Zou ik eerst de vloer doen? Of zou ik eerst dan het dak doen? Ik denk het dak, want dat is gewoon het grootste stuk. Dan kan ik gewoon verder gaan met de kleine dingetjes. De achterste muur is ook af. Even koekeloeren. Tadaa! Het ziet er wel mooi uit. Nu is het tijd om hier even te terraformen. Want ik ga hier even een beetje dirt aan plakken. En weet je wat, ik ben ook al aan het denken voor de vloer. Want ik weet niet precies hoe ik de vloer ga doen. Ik wil het niet maken van... Van black... Nee, hoe heet het? Van diepsleet, want het hele dak gaat al van diepsleet zijn. Dus, ja, ik zat eigenlijk te denken aan... Aan stripped oak logs. Eigenlijk, ik denk dat dat wel het beste gaat zijn. Maar nu ga ik eerst terraformen, maar als allereerst slapen. Kijk eens hoe schoon. En ik heb veel te weinig strip logs voor de vloer. Ik ben eigenlijk vergeten wat ik het vorige keer heb gezegd, maar ik denk dat het iets was van terraformen. Ik bedoel, het is hier nu geterraformd. En wat ik dan ging doen, ik ben bezig aan de vloer. Ja, ik weet dat ik in het begin had gezegd dat ik misschien eens de grote dingen ging doen en dan de kleine dingen ging doen. Maar nu wil ik eerst eigenlijk het main gebouw af hebben en dan kan ik het dak zetten. Dus dat betekent de twee vloeren en de ramen. En ook even van Maarten toestemming gegeven om als ik er niet ben als ambassadeur, wat er heel vaak gaat zijn. Want ik zit natuurlijk niet altijd bij Maarten zijn wees. Dan is dit skelettenpaard de tweede ambassadeur van Sunfall. Oké? Oké. Maar wat ik nu ga doen is ik ga nog een heel oak forest kapot maken. Maarten wil ook het bos achter zijn tempel weg. Dus dat kan ik ineens weghakken. En ik heb ook nog altijd voor de entree ook nodig. Ik bedoel, we zullen het wel zien. Het wordt trebo. De vloer is af! En er zijn dan meteen de eerste inwoners. Nu wordt het tijd voor het voorste deel. Want het voorste deel, ik heb gezien, is pilaren met zo'n dakje wat eruit steekt. Dus ik ga nu al de pilaren neerkletsen. En dan is het tijd voor het dak. Maar nu eerst slapen in het zelfgemaakte huis. Oh, altijd die monsters hier. Voilà, dat zijn de pilaren die ik bedoelde. En nu gaan we hierop een mooi dakje maken. Dit is wat ik bedoelde met een klein dakje. Dus we hebben hier een mooie overdekking gemaakt. Dus het is eigenlijk wel een rare binnenwandel. Want als je zo hier binnenkomt in de village, dit is denk ik de officiële entree van de village. Gewaggeld een beetje, even een beetje cheaten. Je komt hier terecht, dan moet je wel helemaal voorbij deze grote wijk. Voordat je echt
voor deze prachtige ambassade staat. Voordat ik iets verder ga doen aan het dak, wil ik echt de onderstuurding af hebben. Dus nu, wat ik nu ga doen is alle ramen erin zetten. Dus dan ga ik even alles wegsteken. En dan ga ik naar mijn base. Om even een hele hoop witte glass paints te verzamelen. En alle ramen zitten op hun plek. En het gebouw ziet er eigenlijk gewoon al veel, veel beter uit. Ik bedoel, kijk. Ik heb dan meteen een meer gevoel van afheid, als dat een woord is. Nu wil ik eigenlijk eerst het tweede, de tweede vloer doen, dus ook het plafond van dit ding. En ik dacht van, dit verdiept niet van het ding. En ik dacht van, dat is easy, ik ga gewoon terug striped oak logs gebruiken. Maar nu zit ik een beetje denken, is het niet een beetje dubbel als ik hier striped logs heb en dan boven mijn striped log en de deur ook, als ik hier zo binnenkomt, heb ik alleen maar striped oak logs. Maar ik wil het ook niet doen van blackstone, want het dak wordt al blackstone. Dus dan heb ik ook gewoon een dubbel gevoel, maar dan verplaats het gewoon naar boven. Dus ik weet nog niet 100% van wat ik hier het middenste stuk ga doen. Dus ik denk dat terwijl ik daar een beetje over pieker, dat ik eerst het dak ga afmaken. Dus deze video gaat nog wel heel lang duren, dus hopelijk als er niks tussen komt, want dat is wat heel vaak als ik van dit soort dingen zeg. Nu gaat het dak af zijn. Boom! Ik hoop dat die transitie goed gelukt is, maar ik weet het eigenlijk niet. Kijk, het dak is er gewoon. En ik was echt even aan het zeggen van, zou ik nu niet toch een extra clip opnemen? Want hier had ik drie blokken. En hier had ik er twee. Dus mijn dak kan natuurlijk niet uit. Dus ik heb deze hele muur moeten verplaatsen. En ik wil een clipje maken, maar nee. Ik heb mijn belofte gehouden en ik heb het hele dak afgemaakt. En ik had ook eerst dit hier een beetje verlengd. Omdat ik had gezegd van, het is meer dik dan lang. Maar nu weet ik ook, want ik ben een tutorial aan het volgen. Als je het wilt, je moet er gewoon op zoeken, meer house. Maar ik ben wel het hele kleurenpad aan het veranderen. Maar dat is het dus niet, want het moet juist in die richting zijn. En niet in de andere. Dus daarom is het zo gemaakt. Een beetje raar vind ik wel, dat hier zo niks is. Maar misschien maak ik daar nog wel, ramen. Nu, even zombie, laat die even gerust. Nu ga ik wel even hier het dak van afmaken, want nu gaat het sneller. Nu is het gewoon aan de binnenkant. Even wel het dak van afmaken. En ik denk, ik ga het wel doen van stripped oak logs. Want zo erg ziet het er niet uit. Kijk, zo erg is het niet. Het is niet echt. Ja, nee. Gewoon, het is niet echt zo erg. Ja, ik weet niet wat ik er nog bij kan zeggen. Dus ik ga gewoon weer een heel bos omkappen. Op zoek naar deze dingen. En het zijn blijkbaar meerdere verdiepingen. Dus ik heb nog heel, heel, heel veel hout nodig. Ik zie jullie als deze verdieping al af is. Team 3 is het niet zo heel leuk vinden. Een roze schaap! Ik heb een roze schaap! 1 in 500 kans normaal. Het trekt eigenlijk nog wel heel erg tegen mijn base. Ik bedoel, ja, bij mijn huis, bij Maarten. Oké. Die kan ik echt niet laten liggen. Die ga ik, ik ga naar mijn base. En naar mijn huis. Maar nee, als je nog niet weet, als je geen Minecraft pro bent, zoals mij. Uiteraard, roze schapen kunnen spawnen. Zo 1 in 500 kans dat die natuurlijk spawnen. En Maarten heeft al 2 gevonden. Nu heb ik er ook 1 gevonden. Ja, alsjeblieft. Ga hier omhoog. Ja. 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 Ja, dit is wel irritant. Die gewoon niet omhoog, maar die moet nog wel een hele hoop omhoog. Oké, die gaat er verder omhoog. Ik zal wel zorgen dat het schaap veilig in mijn huis terechtkomt. Ik wou het schaap slaan in deze put. Maar het schaap had blijkbaar heel, heel, heel weinig AP. En is gestorven. Voordeel, ik heb wel heel veel hout. Dus dat ga ik al plaatsen van de eerste vloer. Spijtig, maar ja, ik heb er toch tenminste 1 gevonden. Eerlijk gezegd, ik ben niet zo heel zeker in dit opdelen in verdiepingen. Want ik wil zo'n grote presentatiekamer hebben. Alleen gewoon een groot scherm. Waar je zo dingen toespraken kunt houden. En zo. En dat kan ik gewoon niet als ik deze ruimte heb. Wat nu als ik gewoon
vanaf hier, zeg maar. Ik maak dit dan zonder dak. En de rest met dak. Dan zet ik ergens gewoon een trap of zo. Want ik weet niet, voor zo'n groot, redelijk mooi gebouw. Ik vind het een beetje zonde om zo alles op te delen. Ik weet niet. Dus ik denk gewoon dat ik het hele dak ga weghalen. En dan gewoon zien wat ik ga doen met het interieur. En dan kijken waar ik misschien een tweede verdieping nodig kan hebben. En waar niet. Want dit is gewoon... zoiets wil ik niet. Ik ga zien wat ik moet doen, maar dit vind ik wel aan de tand, want het verstoort wel het proces. Je wandelt de ambassade binnen. En hier komt een kaart van Tiaga, van de Sunfall. En aan de achterkant wil ik een kaart van nog iets doen. Ik denk dan van Tiaga Town, want de ambassade is van Tiaga Town in Sunfall, maar weet ik nog niet zeker. En hier is de plaats waar Maarten zijn speeches kan geven, of ik als ambassadeur. En nu is het nog helemaal leeg. Dus nu wil ik hier aan de zijkanten wel verschillende verdiepingen maken. Dan is het toch wat meer open. Maar, stop toch met te kloppen. Maar daarvoor ga ik wel dit hier, deze rayon, ga ik veranderen in kwarts. Zodat ik de muren wat beter kan maken. Wacht, ik denk toch. Dan als hier kwart staat, dan kan ik de muren hier zetten. In plaats van tegen het raam. Eigenlijk, ik weet het niet. Of wanneer is het gewoon, als ik dit weghaal. En ik zet hier kwart. Dan kan ik ze hier, want dan is het al veel kleiner. Ik heb gewoon die ster. Oh, dit haat ik zo hard dat er van die dingen gebeuren. Hè. Ik heb gewoon die ster. Perfect. Dus als ik dit zeg maar terugzet, ik zal het weer tot ik te goed zetten. Hier ligt even al een nest. Maar nu als ik dit hier dan weghaal, en dan kan ik mijn muur van mijn ambassade, van mijn andere ding, kan ik hier zetten. Dan heb ik hier nog genoeg ruimte. En dan heb ik hier ook nog altijd een groot open gevoel. Dus, oké. Okay. De ramen worden aan die kant bijgesneden. Dit raam moet ook worden bijgesneden. Deze keer moet dit deel hier weg. Want als ik hier een muur ga maken, dan heb ik hier één kwartsblok en hier twee. Dus ik vind dat gewoon het beter zo gaat uitzien. Dus deze gaat ook worden bijgesneden. Weet je, als de volgende keer als ik jullie zie, ik wil daar gewoon nu al mee klaar zijn. De kaart gaat hier gewoon staan. Ik denk ook niet dat Maarten een kaart heeft van zijn hele village. Dus ik denk wel dat het cool gaat zijn. Om hier een kaart te hebben. Misschien kan hij de andere kant van dit gebruiken. I don't know, als staken wordt of zo, als hij dat wil. Ik weet het niet. Maar nu gaan we eerst dat bijsnijden en de kaart maken. Voor zoiets kleins heeft het me wel lang geduurd. Maar als je binnenwandelt, word je meteen gegroet met een kaart van het mooie Sunfall. Maar nu ben ik even aan twijfelen, want ik weet natuurlijk wat ik ga doen. Maar ik weet niet hoe. Maar het even zijn mening. Zou ik de zijkanten hier maken? Ik heb weer de zijkanten uitgelegd. Zou ik dat maken van spruce? I don't know. Maar nee, was het mooie? Spruce of eiken? Kies maar. Oké, weet je wel, dan ga ik voor spruce. Want ik heb ik heb al... Of... Ik kan voor eiken gaan. Dan is het weer eiken op eiken. En eigenlijk dit spruce ziet er helemaal niet zo slecht uit. Maar moet ik wel de spruce gaan verzamelen. Daar heb ik geen zin in. En ik heb al eiken verzameld. Weet je wat, ik ga gewoon even wat eiken halen. En ik ga gewoon zien hoe het eruit ziet. Ik zie jullie wel wanneer ik mijn keuze heb gemaakt. Oké, ik vind dat zo een omringsel. Want hier komen dus de twee zijkanten. Niet zo te veel ook is, maar... Er binnenin, daar had ik eerst ook de bombarding van aangedaan om dat niet te doen. Want dat was wel te veel ook geweest. Maar nu ben ik aan het twijfelen, zou ik dat nu... Ik denk dat ik daar deep slate bricks ga in doen. Dan is het wel redelijk donker aan de binnenkant. I don't know, wat moet ik anders doen? Ik kan kwart bricks doen, maar dan ben ik nog meer kwart aan het gebruiken. Dus Maarten, denk je dat we toch deep slate moeten gaan doen? Maarten? I don't know. En dan hebben we het ook echt niks.
Oké, okay, ik ga hier gewoon Deep State insteken en we zien wel wat geeft. Oké, okay, dit is te veel zwart. Dus ik ga hier gewoon kwart of niks doen, want dit is gewoon. Dit moet ik allemaal wat gaan weghalen terwijl ik allemaal naar beneden zet. Oké, okay, ik sta hier op een gigantische kwartse toren tot I-138. Oh, het wordt echt raar om terug thuis te zijn. Mijn mooie Tiaga Village. Wat is eigenlijk het verschil tussen mijn village en Marizen Village? Hè? Mijn village is meer opgeruimd en gestructureerd, maar Marizen Village is meer wirwar. Maar hij heeft wel heel veel plaats om uit te breiden. Ik niet echt zoveel, want ik wil in het Tiaga gebied blijven. Dus daar heb ik nog. Daar heb ik nog. Maar daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier. Ik heb nog. Ah, wacht, dat is gewoon net een kwart, dat is geen oor. Ik ga nu mijn pickaxe bovenhalen en ik ga alles een kwart zakken. En ik ga het, ik ga het allemaal veranderen. In kwarts blokken. En ik ga naar Maarten en dan ga ik zien hoeveel van die kwarts blokken ik moet omtoveren in kwarts bricks. Ik hoop niet allemaal, want dan moet ik nog meer kwarts gaan maken. Oké, okay. Dus ik heb niet genoeg kwarts. Ja, dit heb ik dus totaal niet afgekregen. Maar ik ga toch eerst. Ik ga eerst het al helemaal decoreren. Want dan is het al klaar. Ik wil daar al geen zorgen meer over maken. Maar hoe ga ik dit doen? Wacht, wat moet hierin zijn? Je moet een vergaderkamer inkomen. Je moet een plaats komen waar mijn villagers zitten. Want die moeten natuurlijk. Mijn villagers moeten hier natuurlijk rondlopen. Oh, dat moet ik nog helemaal gaan brengen. Daar had ik ook echt geen zin in. En je moet een office zijn van Mr. Bones, het skelettenpaard. En hij gaat helpen met deze job. En ik denk dat Mr. Bones' kantoor hier gaat komen. Hier komt de vergaderzaal. En dan, we zien wel waar de rest komt. Dit is ook nog moeilijk, hè. Ja, want hier moet ik nog eens, hier moet ik nog eens kwart voor hebben, hè, voor hier muren in te gaan zetten en zo. Ik heb gewoon zoveel kwarts nodig voor dit gebouw. Echt niet normaal. Oké, okay, maar ik zie jullie gewoon dat dit hier allemaal is gedecoreerd. Dat we daar al vanaf zijn. Ik ben eigenlijk best wel trots op wat ik heb gecreëerd. Natuurlijk, de ramen zien er een beetje raar uit, maar de ramen zijn gedesigned om aan de binnenkant goed te zijn. Niet om aan de buitenkant goed te zijn. Kijk, ja, dit ziet er allemaal cool uit. Misschien kan ik hier gewoon een gigantisch schilderij plakken of zo. Of, I don't know. We zullen nog wel zien. Maar, dus, we starten hier. Met hier een vergaderkamer. En dit is ook de enige kamer die echt ingedeeld is. De rest nog niet. Maar ik weet al wat ik er ga inzetten. Dus hier is een mooie tap naar boven. Hier komt mijn bureau. Want ik als ambassadeur heb natuurlijk wel een bureau nodig. En hier komt het bureau van Mr. Bones. Dus het skelettenpaard. Heb ik al verteld over het skelettenpaard. Maar je gaat vervangen als ik er heel veel keren niet ga zijn. Ja, die gaat dat gewoon doen. En hier komt het bureau van Maarten. Hij heeft de grootste ruimte gekregen. Ja, ook de raarste ruimte. Maar ik kan ook niet indelen, want het is Maarten zijn bureau. Dus hij moet zelf maar weten wat hij ermee doet. En ik denk ook nog dat ik hier doorheen deze vleugel hier wat Tiaga Town Villagers ga strooien. Ik denk 3. Misschien 1 hier. En waarschijnlijk gewoon dat hier wat Tiaga mensen rondlopen. Ik denk gewoon misschien niet in deze vleugel. Misschien gewoon in het algemeen dat die hier rondlopen. Want natuurlijk, het is wel een ambassade van Tiaga Town. Maar het is ook een gemeentehuis eigenlijk. Voor Maarten. Hier, wat hier gaat komen. Hier gaat gewoon nog een paar extra dingen komen. Bijvoorbeeld, ik ga hier 2 Sunfallers opsluiten. En in een hok. Met wat bedden erbij. Dus als Sunfall ooit in de problemen geraakt met elkaar villagers, kunnen ze altijd opnieuw breeden door mijn noodkamer die ik hier ga maken. En ik weet niet wat ik nog eigenlijk ga zetten. Maar mijn creativiteit zal dan wel terug binnen schieten. Wat ik nu ga doen, ik ga daar aan verkleinen, want ik vind het niet leuk als het daar zo tegenkomt. Nu ga ik dit hier indelen en ik zie jullie als dit is ingedeeld. Oké, okay, het interieur. Vergaderzaal heb je al gezien. Ben ik eigenlijk best wel blij mee. Ik heb hier ook nog een extra lantaarntje gehangen. Hier, ambassadeur Cyril Janssens. Dit hier is mijn bureau. Ik heb het redelijk simpel gehouden. Want ja, je kunt niet echt veel anders doen.
En dan heb je hier nog Mr. Bones. Oh, nu zit ik hier wel vast. Die natuurlijk ook zijn eigen plaats heeft gekregen als tweede in rang na mij. En als ik al zei, hier is Marius in kantoor. Maar ja, daar kan ik niet veel aan doen. Dan moet hij zelf maar uitvogelen wat hij daaruit steken. Nu heb ik nog hoeveel kwarts kunnen verzamelen van alle blokken die ik heb weg moeten halen. En die kon ik ook gevonden. Nog 13. Amai. Hoe ferm. 13 kwarts kan ik hierbij zetten. En dan ga ik gewoon nog wat kwarts verzamelen. Voor dat verder af te maken. Dus ik ga dat al afmaken. En ik ga ook al ineens... weet je wat, ik ga gewoon de kwarts afmaken. Oké, ik kom 2 blokken tekort, maar dat hangt niet uit. Want hier komen toch ramen in. Dus weet je wat, wat is de tweede patat die ik heb gekregen? Van een zombie vandaag. Dus nu gaan we beginnen met hier de noodbabykamer. Dus hier komen 2 villages in van Sunfall. En een hele hoop bedden. Dus en ook een kist met heel veel eten. Dat Maarten altijd zijn stadje kan repopuleren als het nodig is. En de emergency breeder is af. Dus hier staan 2 Sunfall villagers en een hele hoop bedden. En hier staat ook nog wat eten. Dus als Maarten ooit problemen heeft met zijn villagers, hij kan altijd naar hier komen om er nieuwe te breeden. Nu ga ik uitvogelen wat ik daar boven ga zetten. Ik ga sowieso al hier een trap maken. Maar ja, ik ga nog zien wat we daar gaan zetten. Mooi trapje naar hierboven gemaakt. En hierboven komt een klein museumpje voor Tiaga Tower. Voor Sunfall uiteraard. En hier komt een schaap, wat daar al 3 jaar zit, ergens bij Maarten zijn dingen. En ook Dungus, Maarten zijn lama, komt hier ook te staan. En we zullen nog wel een paar dingen vinden. Hier komt een kamertje. Een kleine broekkamer met golden apples. Zodat Maarten hier altijd naartoe kan komen. Oh, hier moet ik een klasje in te zetten. Als er een paar villagers gezombified zijn. Als hij een paar villagers heeft. Dus, laten we nu het museum maken. Oké, het museum is veranderd in de presidentiële dierensuite. Met allemaal belangrijke dieren. Buiten eentje, want nu besef ik niet pas dat ik die ben vergeten. Maar die gaan we de suite inzetten. We hebben hier een kikker van Maarten zijn kikkerverblijf. Een hond van Maarten zijn hondenverblijf. Een bij van Maarten zijn bijenverblijf. Het schaap die hier al 100 jaar is opgesloten in hetzelfde hok, die nu eindelijk een beetje meer vrijheid heeft. En Dungus. En nu ga ik weer ook nog bijzetten zijn roze schaap. Die ook even halen. Maar daar ga ik geen apart review over maken. Nu is het tijd voor deze kamer hier. Voor dus de potion en golden apple room voor de villagers te curen. En dan is het klaar. Natuurlijk is het niet zo heel veel detail. En bijvoorbeeld hier. Maar ik wil ook in deze video afheffen. Ik zit al zo lang bezig. Ik ga hierna gewoon het verdrag van Sunfall schrijven. Geen Tiaga Towners meer hierin. Geen deal afsluiten met Maarten voor zijn filter. Dat doen we wel de volgende keer. Dit is gewoon... Het is gewoon even te veel geweest. Dus ik ga gewoon nog die kamer afmaken. En dan zijn we hier klaar. En ook zo lelijk is deze ruimte. Die heeft hier een mooie kaart van Sunfall. En ik heb hier een toespraakkamer. Meer moet dat niet zijn. Ik bedoel, het moet wel meer zijn. Maar nu gewoon nog niet. Oké, de potion room. Allee, de villager rescue room, zoals ik heb genoemd. Het ziet eruit zoals het er moet uitzien. Ik heb hier ook een deelding gemaakt. Anders moet je eerst naar de presidentiële dierensuite. Voordat je naar de villager rescue room gaat, dan doe ik het gewoon zo meteen. En hier zitten gewoon heel veel dingen in die je gaan helpen met zombie villagers te genezen. En nu Maarten. Goeiedag. Kom eens naar de ambassade. Ik heb voor jou... Oh, de vergaderzaal. Nee. En mijn kantoor. Misschien wel niet. Mis aan je eis. Nee, ik meen dat echt. Ik ontvang u in het kantoor van ambassadeur Cyril Janssens. Jij hebt de typische stoel. Ja, Maarten, de aflevering moet eindigen met het verdrag van Sunfall dat wordt getekend. Dus ik zal het u voorlezen. Dit is alles wat jij moet doen. Maarten verbetert de monsterfarm met extra lagen... Een autosorter en een mooier uiterlijk. Maarten maakt de doorgang naar de End en de Nether Fortress. En Maarten maakt de ambassade in mijn village, maar dat ging je sowieso doen. Ik verbeter deze ambassade nog. En ik ga de hele OG Nether doorgang, dus tussen onze twee basis, ga ik helemaal vernieuwen. Dus je gaat helemaal weg, wordt 1
rechte lijn, zoveel als het kan, en gaat zo snel mogelijk. En samen maken we van het OG Endeiland, dus gewoon het normale Endeiland, een grote Big Bronchians basis. En alles van het verdrag van Tiaga Town telt nog steeds. En? Het eerste wil ik niet meer akkoord. Waarom niet? Ik had geen beter uiterlijk gegeven. Geen mooier uiterlijk? Nee. Weet je wat was ik dat, gewoon doe? Oké dan. Ik zal er nog een laag aan toevoegen. En een autosorter. Maar dat is ook weer niet onmoeilijk. Ik weet niet van daarna. Het juiste was een pitoteren. Maar jij kent het tenminste. Met een tutorial. Kieran. Oké. Okay. Wacht, dan moet ik er nog bij schrijven. Cedaliansis. Uiterlijk. Dat heb ik al gedaan. Maar dit is mijn handtekening. En dan moet jij daar Maarten Bronkart bij schrijven en dan moet je teruggeven naar mij en dan kan ik het signeren. Hoe mag jij het signeren? Oh ja, omdat ik het heb gedaan. Geef dat aan mij. Waar moet ik mijn naam geven? Onder die van mij! Dat is je handtekening. Maar zeg, je nu pas aan Maarten! Maar ik weet niet hoe lang mijn naam is. Jawel! En dat staat er mij niet van boven als een van de opties, hè, hey. Voor mij ook niet. Ik weet het niet. Allee! Hey. Allee. Merci voor het betekenen. Er zijn zeker nog niet een paar extra woordjes of een paar pagina's verder die je niet hebt kunnen lezen, hey, ja. Allee, of zo. Pimo. Nee, van een grapje. Bye! Allee, Cyril Janssens. Titel. Verdrag. Ah, Sweet past er niet op. Sunfall is nog met twee L'en. En twee N'en. Hoezo met twee L'en? Het past niet op, dan moet ik het met een N doen. Nu heet het gewoon verdrag. Twee N'en, twee L'en. Sign and close. Dus ik ga het gewoon met een N'en aanpassen. Oké, mensen. Ik vind dat we gigantisch veel hebben gedaan in deze aflevering. Echt waar, ik heb hier zoveel bloedspelen aan. Er zijn nog zoveel dingen gebeurd die jullie niet hebben gezien, die achter de camera zijn gebeurd. Dat lukt ook niet allemaal zien. We zijn baby's. Ze zijn ontsnapt, die zijn hier in een gat gevallen. Er zijn twee creepers ontploft aan de voordeur, kort aan elkaar. Er is een lightning storm gebeurd. Daarom ben ik ook level 7, omdat ik een charge creeper heb opgeblazen. Ik heb er al één creeper head aan overgehouden. Dus ja. Het was gewoon een gigantische aflevering. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende. Dan staat het Holle Bolle Piet Hotel op het programma. Oh, op zoek. Oh. Zeg.